Jesus said. Daar zegt Jezus. I send you as sheep. Ik zend jullie uit als schapen. Among wolves. Onder de wolven. You know what? Weet je? I wish Jesus said, I send you as wolves among sheep. Ik had veel liever gehad dat Jezus had gezegd, ik zend jullie uit als wolven onder de schapen. But Jesus did the opposite. Maar Jezus deed het tegenovergestelde. We sent two Muslim converts to work in an area some years ago. Wij hebben twee bekeerlingen uit, die vroeger moslims waren, hebben we uitgezonden in een bepaald gebied als zendeling. Two native missionaries, Hussein and Salsoul. Twee lokale zendelingen, Hussein en Salsoul. They knew it is difficult. They knew it is difficult. Ze wisten dat het moeilijk zou zijn. They won some people to Christ. En ze hebben een aantal mensen voor Christus gewonnen. One day these two brothers are walking to the mission place. En op een dag gingen die twee broeders naar een zendingsgebied. A group of men met them. En er kwam een groep mannen op ze af. And they said very nice. En ze zeiden op een hele vriendelijke manier. Oh, you are Hussein and Salsoul. Oh, jullie zijn Hussein en Salsoul. You came to tell us about Jesus. Jullie zijn gekomen om ons over Jezus te vertellen. And our brothers thought. En onze broeders dachten. They were friends. Dat het vrienden waren. They were smiling. Ze lachten zo vriendelijk. But a man. Maar. One of these people. Een van die mannen. Pulled out a dagger. Nam een groot steekwapen, een soort mes uit zijn zak. Did you say steak? Ja, to stab. It's a, okay. A knife. Oh, in America, steak means you eat. No, it's not that type of steak. Hij dacht dat ik een biefstuk bedoelde. Maar het gaat om een mes wat een van die mannen uit zijn zak nam. He took a dagger, a long knife. Hij nam een lang mes. And stabbed in the heart of Brother Hussein. En hij stak daarmee in het hart van broeder Hussein. And blood just pouring out. En het bloed spoot eruit. And they called Holy Brother Salsoul, stabbed him 6 times. En ze hebben broeder Salsoul 6 keer gestoken. Brother Hussein died on the spot. Broeder Hussein is daar ter plekke overleden. And people all around took Salsoul to the hospital. En er waren daar mensen die hebben broeder Salsoul meegenomen naar het ziekenhuis. These men ran away. Deze mannen zijn weggevlucht. After a few weeks. En een aantal weken later. Brother Hussein's wife's father-in-law came from distant village. Kwam zijn de schoonvader van broeder Hussein, die kwam vanuit zijn dorp daar naartoe. But now here is a young girl with a little child. En er was een jonge vrouw met een klein kind. In a strange place. Op een vreemde plek. You mean her? His wife. Ja, de vrouw van broeder Hussein. And the husband is dead. En haar man die was overleden. And the father said. En de schoonvader van broeder Hussein die zei dit. My daughter come home. Mijn dochter komt toch naar huis. He himself is a Muslim. Hij is zelf ook een moslim, die schoonvader. Your husband is dead. Je man is dood. Your God could not keep him. Jouw God kon hem niet beschermen. Come home. Kom toch naar huis. I will take care of you and my grandchild. Ik zal voor jou zorgen en voor mijn klein kind. You women and sisters, I want to ask you. Ik wil jullie vragen, zusters. You claim to be a follower of Christ. Jullie beweren dat jullie volgelingen zijn van Christus. And you are. En dat zijn jullie. But the question is what kind. Maar de vraag is wat voor soort volgeling ben je? This young Muslim convert, this young girl. En deze jonge vrouw, deze vrouw van Hussein. Now with her husband murdered. Nu dat haar man was vermoord. If you are in her place, what would you say? Als jij in die schoenen zou staan van die vrouw, wat zou jij dan gezegd hebben? This young girl responded. Deze jonge vrouw gaf dit antwoord. Father, you don't understand. Vader, je begrijpt het niet. The Jesus my husband loved, I love him. De Jezus waar mijn man voor heeft geleefd, daar hou ik van. The people that he ministered to, they are my people. De mensen die hij heeft gediend met het evangelie, dat zijn mijn mensen. I cannot come home. Ik kan niet naar huis komen. I will stay here and raise my son to take his place. Ik zal hier blijven en mijn zoon opvoeden om mijn man die is overleden te vervangen. And she still lives there. En ze woont daar nog steeds, vandaag de dag. What is her future?
Wat is haar toekomstperspectief? What is the future of her son? Wat is het toekomstperspectief van haar zoon? Only time will tell. Alleen de tijd zal het leren. And Jesus said, en Jezus heeft gezegd, I send you as sheep. Ik zend jullie uit als schapen onder de wolven. It is as wolves devour, kill the sheep. They themselves become sheep. Zoals de wolven de schapen opeten en verslinden, ja, daardoor kunnen ze zelf pas schapen worden. Today we are 14 sisters living in these nations. All of their husbands were killed for preaching the gospel. Vandaag de dag hebben we 14 van zulke zusters wiens mannen zijn overleden of vermoord om het evangelie. Follow me, Jesus said. Volg mij, zei Jezus.